Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit Amsterdam. Ik was laatst nog in het Concentrationslager Herzogenbusch, beter bekend als Kamp Vught. Destijds was dat een hypermodern Duits concentratiekamp. Buiten werden daar 350 verzetsmensen gefusilleerd. Verzet was link in de strijd voor vrijheid en democratie. Na de oorlog bleek iedereen in het verzet te hebben gezeten. Maar dat is later sterk gerelativeerd of weggeschamperd door mensen als Ischa Meijer, maar ook Chris van der Heijden, die veel schreef over het grijsgebied van het verzet. Voor mij staat vast dat er veel moedige mensen in het verzet zaten. En de dag van nu biedt nog verzet genoeg. Verzet tegen Rutte, tegen het kabinet, verzet tegen Rusland, verzet tegen Assad. Maar hoe zit dat met die oorlog? Hoe zit het met de jeugd? Het lijkt erop dat er minder belangstelling voor was. En daarom is het goed dat dit Verzetsmuseum Junior vanmiddag wordt geopend. Maar we vragen ons af of het definitief vergeten is, of dat het belangrijk is dat jongeren nog leren van gebeurtenissen die 70 jaar geleden hebben plaatsgevonden. U kunt erover meepraten. Of bellen. Of u misschien zelfs ook in het verzet heeft gezeten. Dan wel nog in het verzet zit over tegen dingen die nu gebeuren. 0800 1121. 0800 1121 is het nummer waarop u kunt bellen. U kunt tweeten naar hashtag lijn 1 en mailen naar lijn1@ntr.nl. Hallo, ik ben Eva. Ik ben geboren in Oostenrijk. Toen ik 9 was, werden de nazi's de baas in Oostenrijk. Net als in Duitsland. De nazi's geven de Joden de schuld van alles. Werkloosheid, armoede, verzin het maar. Mijn broer Heinz werd door jongens uit zijn klas in elkaar geslagen. Vuile rotjood, riepen ze. Zijn gezicht zat onder het bloed. Mijn ouders wilden naar een veilig land en daarom wonen we nu in Amsterdam. Er wonen hier meer vluchtelingen. De familie Frank aan de overkant is gevlucht uit Duitsland. Ze hebben een mooie kat. Die ga ik wel eens aaien. Anne Frank is een populair meisje. Ze giechelt met haar vriendinnen over jongens en zo. Stom vind ik dat. Thuis is het gezellig met Moeti en Fati en mijn broer Heinz. Heinz en ik zijn dol op elkaar. Hij kan heel mooi tekenen en gitaar spelen. Ik begin al aardig te wennen in Nederland. Het strand vind ik prachtig. Na school ga ik vaak op het plein spelen. Ik hou van knikkeren en touwtjes springen en rij graag hard op een nieuwe fiets. Die heb ik van Fatih gekregen. En ik heb al best veel vriendinnen. Ik ben natuurlijk heel erg geschrokken toen het Duitse leger Nederland aanviel. Zullen de nazi's ons nu net zo gaan behandelen als in Oostenrijk? Zijn we nog wel veilig in Nederland? Dat bleek van niet, Eva, dat u veilig was in Nederland. U mag de microfoon er weer bij pakken. Want u was uit Duitsland gevlucht omdat u meende dat Nederland een veilige haven was. Maar de werkelijkheid was anders. Maar u kunt het als 80-jarige Eva Schloss nog wel navertellen. Ja, ik herinner me nog precies toen we in mei de radio opzetten in de nacht, dat aangekondigd werd dat de Duitsers ons land aanvallen. En we hebben nog geprobeerd in de nacht naar de haven te gaan om een boot te krijgen om naar Engeland te vluchten, maar het was al te laat. Dus zijn we terug naar de woning gegaan. En het was niet als in Oostenrijk, omdat de bevolking hier in Holland, die heette de nazi's. De Oostenrijkers hebben de nazi's welkom. En dus het was veel langzamer. Dus iedere week was iets, een maatregel tegen de Joden. Maar we konden daarmee nog leven. We konden niet naar het zwembad, we konden niet naar de bioscoop. We moesten s'avonds 20:00 thuis zijn. Maar dat gaf niets, dus niet zo erg. Het was nog een redelijke vrolijke boel met die giebelende Anne Frank aan de overkant op het Merwedeplein, toch? Precies, ja. Want u heeft haar wel zien rondgiebelen. Oh ja, ja, we hebben gespeeld samen en ik heb ook haar familie ontmoet. Ik ben naar haar woning gegaan en heb Otto Frank leren kennen. En het was eigenlijk toch nog wel gezellig. En toen heeft u toch moeten onderduiken. Sorry dat ik u onderbreek, want we moeten nog even naar de andere fragmenten uit het Verzetsmuseum Junior. Het kwam erop neer dat u en uw moeder ernstig verzwakt Auschwitz hebben overleefd. En toen met de vraag zaten hoe het met Fatih en broer Heinz was afgelopen. Precies. We zijn dus teruggekomen in juli 1945 en wachten af of ze weer terugkwamen. Omdat dat hebben we echt gedacht, dat ze ook overleefd hebben. Maar toen hebben we van het Rode Kruis een bericht gekregen dat ze in Mauthausen omgekomen zijn. Een paar dagen voor de Amerikaanse leger het kamp bevrijd heeft. Een enorm verdriet dat u onder andere heeft verwerkt na een lang verblijf, na een kort verblijf in Nederland in Londen. Want daar bent u onder andere een antiekzaak begonnen. En nu bent u weer terug in Nederland. Ziet u daar zo'n Verzetsmuseum Junior? U bent onderdeel van een hele opstelling. Gaat zo meteen ook de directeur van het museum wat over vertellen. Maar wat vindt u ervan? Dat de jongeren zo weer aan de oorlog herinnerd worden? Ja, ik merk het toch ook in Engeland. Ik spreek heel vaak in scholen. En ik spreek heel vaak in scholen. En de jonge mensen zijn eigenlijk heel geïnteresseerd hoe het had kunnen gebeuren, wat er gebeurd is. En ze willen daarvan leren. Na de oorlog wou niemand daarvan weten. Maar nu, omdat de wereld weer eigenlijk echt gevaarlijk uitziet, met geen werk voor vele jonge mensen, veel immigratie van alle mogelijke landen en zo verder. Dus het ziet er een beetje uit als in 1933 in Duitsland. Ja, ik trok net die parallel ook al. Er zijn op dit moment voldoende redenen om je te verzetten. Nu, precies, 2013. Ja, precies. Het is weer een heel moeilijke tijd. En daarom willen de jonge mensen toch leren van wat er gebeurd is vroeger. En wat ze moeten anders doen dan wat toen de tijd de mensen gedaan hebben. Omdat er was eigenlijk niet genoeg verzet. Het is heel duidelijk wat voor thema's daar ook een rol spelen. Die kun je hier, als je het hele verzetsonderdeel junior hebt afgelopen, ook bekijken. Je kunt daar ook interactief omgaan. Een paar knoppen daar aan het eind van de tentoonstelling. Het gaat over vrijheid. Het gaat over mensenrechten, democratie en vooroordelen. Gerard Mensink. Wat hoopt u daarvan als directeur aan deelname van het jonge en oude publiek, maar vooral het jonge publiek? Dag Jeroen. De directeur heet Liesbeth en aan mijn stem kun je horen dat geen vrouw is. Ik ben hoofdeducatie. Jij bent hoofdeducatie, ja. Sorry even voor de verwarring. Ja. Nee hoor, geen probleem. Maar dat kun je als een directeur vertellen. Ja. Goed, doet er niet toe. Hoofdeducatie, educatief is het. Ja. Maar niet schools, niet wat dat betreft leerplicht. Nee, Een van de ideeën die ik altijd heb bij een tentoonstelling voor kinderen is dat ze niet met hun handen op de rug alleen maar mogen kijken en lezen, maar dat ze ontdekken. Dat ze zelf op zoek gaan. En dat hebben we in het Verzetsmuseum Junior weten te bereiken door een hele mooie tentoonstelling met kasten, met laden, met kapstokken, met ramen. En overal kun je op knoppen drukken. Je hoort stemmen die vertellen. Zoals we net de stem van Eva hebben gehoord, hebben we ook de stem van Jan. Jan is de zoon van een verzetsman. En hij vertelt hoe hij de oorlog heeft meegemaakt. We hebben de stem van Nelly. Nelly is een Zeeuws meisje. En Nelly zat in de jeugdstorm. Dus we horen ook in dat museum, we zien in het museum het verhaal van de NSB en de steun aan de Duitsers. Stuk voor stuk zijn genoemde mensen ook net als Eva nog in leven. Ja. Maar laten we eens even gaan naar het verhaal van Henk. Hallo, ik ben Henk. Ik woon in Haarlem, vlakbij de duinen. Ik heb twee zussen, Marietje en Jetje. En ook twee grote broers, Theo en Louis. Mijn broers zijn veel ouder dan ik. Zij dragen al lange broeken. Ik niet, daar ben ik nog te jong voor. Mijn pa is wiskundeleraar. Hij is soms wel een beetje streng. Van moeder mag ik juist veel. School vind ik leuk, vooral tekenen, gym en geschiedenis en aardrijkskunde. Mijn beste vriend is Sally. Het verhaal van Henk wordt verteld door Titus. Titus van Gent. En die zit bij mij in de bus. Hoeft u niet naar school vandaag? Nee, ik moet hier zijn. Want ik maak ook deel uit van het museum. Want ik zit ook in de verzetsbende. En in de verzetsbende, vertel. Verzetsbende zijn 4 kinderen. Want die eigenlijk een soort van proefkonijnen zijn. Want oudere mensen die kunnen niet zomaar beslissen voor wat een kind leuk vindt. Dus eigenlijk zijn de 4 kinderen zijn eigenlijk een soort van proefkonijnen of ze het wel leuk vinden. En er werden de teksten voor gedragen of het te moeilijk, te saai of moeilijke woorden vonden. Dus eigenlijk hier op de tentoonstelling? In de tentoonstelling, ja. Wat vond je daarvan als proefkonijn? Nou, ik vond het echt heel erg leuk. En al een jaar geleden, toen kwamen Gerard en nog iemand, die kwamen met tekstjes. En dat was soms wel een beetje saai, want dan gingen ze allemaal ingewikkelde tekstjes lezen. Maar uiteindelijk moesten we ook naar het museum zelf. En toen was er nog echt een puinhoop. Maar nu is het echt helemaal klaar. Dus we moesten allemaal dingen uitleggen aan mensen. Dus het is echt heel erg leuk om te doen. Wat vond jij? Wat wist jij van de oorlog? Waar kom je vandaan trouwens? Ik kom uit Nederland, uit Amsterdam. Ja, natuurlijk, hier uit de stad. Ja. Maar wat wist je van de oorlog en het verzet bijvoorbeeld? Nou, ik wist dat het verzet tegen Hitler was en dat de Tweede Wereldoorlog niet echt leuk was, want dat leerden we op school. Maar nu ik hier ben gekomen als verzetsbendejongen, heb ik er veel meer over geleerd. Dus vind ik het eigenlijk veel leuker om dat te doen. Ik vertelde net al in mijn inleiding, het was link. Het was heel gevaarlijk werk, het verzet. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, want als ik zeg maar in de oorlog leefde zoals Eva bijvoorbeeld, zou ik wel als in het verzet zitten. Maar het is wel natuurlijk een heel groot risico om dan opeens in het verzet te zitten. Maar je kon de kogel krijgen. Ja, maar ik zou niet voor de Duitsers zijn. Nee, Eva, wat heeft u eigenlijk gemerkt van het verzet? Want u bent in het onderduik geweest. Dus u heeft natuurlijk nergens een knokploeg of een verzetsman met een gleufhoed of iets dergelijks, dat soort karikaturen gezien. Nee, of wel? Nou ja, de mensen van het verzet hebben onze schuilplaatsen gevonden. Dus dat was natuurlijk, omdat we kenden niet zoveel mensen. We waren toch pas een paar jaar in Nederland. Die hebben die schuilplaatsen voor u uitgezocht? Ja, precies. De mensen gevonden die ons willen nemen. En dan hebben ze ook schuilplaatsen gebouwd in de woningen. Dat als de Duitsers 's nachts gekomen zijn om Joden te vinden, hebben we vlug in die schuilplaats kunnen gaan. Dat is heel mooi te zien in de opstelling daar. Precies, ja, met de kachel. De badkamer was een kachelluik gemaakt hebben waar we vlug naar binnen hadden moeten gaan. Heel mooi, dat die badkamer. Dat hebben alle de verzetmensen gedaan. Die badkamer kon je de tegelwand openklappen en als die dichtklapt was het gewoon in de vorm van die tegeltjes niet te zien dat het een deur was. Precies, ja, ja. Dus dat heeft het verzet gedaan en ook bonnen voor het eten. Niemand kon je nemen als je geen bonnen had. Dus heeft het verzet dat ook gedrukt. Eerst hebben ze ook de gebouwen gestolen, de verzetbonnetjes. Ja. De voedselbonnen werden grootscheeps gepikt, ja, ja, op precies de distributiekantoren. Indrukwekkend verhaal. Mensen kunnen daar ook nog over bellen op 0800 1121. 0800 1121. En dat is ook gedaan door mevrouw Bret Houwer van 85 jaar... die hier in Amsterdam razzia heeft meegemaakt. Goedemorgen, mevrouw Bret Houwer. Goedemorgen. Ja, ik heb een razzia meegemaakt, maar ze kwamen dus thuis, hè, die Duitsers. Die razzia, ging huis voor huis. En als er nog jongens waren, die werden bij elkaar gedreven. En het had gesneeuwd, het was een gezicht eigenlijk. Dus achter in de tuin, wij woonden in een eensgezinswoning. Dus achter in de tuin, er stond al zo'n Duitser met een geweer in de sneeuw. Dat als mensen, die konden dus ook niet achteruit vluchten. En nou, er kwamen er 2 binnen dan en alles nakijken. En mijn broer was overleden pas en er stond een foto op de schoorsteen. En toen vroegen ze wie dat was en toen zei mijn moeder, nou dat is mijn zoon. En toen moest ze het trouwboekje laten zien of dat wel waar was. En nou ja, dat was waar dus. En nou, ja, het was net een film. Het was net een... Maar hoe is dat afgelopen? Nou, ze zijn dus toch weggegaan. En mijn zuster, die was er dan wel. Mijn moeder en mijn zuster waren er. En mijn vader, die was... mijn vader was er niet. Die was ergens naartoe. Gelukkig. Want ze hadden geloof ik wel aan mijn vader gevraagd of het ongeveer was waar wij woonden. En tenminste, het hele dorp, want het is een tuindorp waar ik woon. Ja. En toen had mijn vader geloof ik wel, is wel de weg gewezen, maar de verkeerde kant op. Vindt u het belangrijk om te blijven herinneren? Vraag ik niet alleen aan u, mevrouw Bret Houwer, maar ook aan de luisteraars. Ja. Het is niet zo'n fijne herinnering. Maar... Nee, maar dat vind ik wel goed. Ja. Het komt je weer, als je zegt dat ze ouder wordt, dan komt alles weer boven. Maar ja, ik herinner het, maar het was de dag van gisteren. Ik had een meisje, want ik was 12 en er zat een meisje bij mij in de klas. Die kon heel goed leren. En er bleek achteraf vader dat hij Joods was. Dat heb ik nooit geweten. Maar van de ene dag op de andere dag kwam ze niet meer. Hoe heette ze? Heesbeen, Annie Heesbeen. Annie Heesbeen is niet meer teruggekomen, anders dan Eva Schloss. Ik weet ook niet waar ze gebleven is, of ze ondergedoken zijn. U heeft haar nooit meer gezien? Nooit meer gezien, nee. En wij vonden, ze kwam niet meer. En nou ja, later hoorde je dan dat ze weggegaan waren. Ik weet ook niet waar ze naartoe gegaan zijn. Weet ik niet. Mevrouw Bret Houwer, dank u wel voor uw indrukwekkende verhaal. We gaan erdoor hier in de bus. Want dit verhaal over die arrestaties, over die razzia's, doet mij denken uitgerekend ook aan die opstelling in het Verzetsmuseum van Henk. Henk was dus een gewone Haarlemse jongen die heel veel verzamelde over de oorlog. Ik heb het net gezien, de laarzen, helmen, kleine soldaatjes waar hij mee speelde. Handtekeningen van de bevrijders. Maar ook een deur, de huisdeur, met een Duitser die aanbelt, Titus. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien, ja. En wat gebeurde er? Nou, Henk heeft 2 grote broers, Theo en Louis. En die zijn dan boven de 17. Maar dan begrijp je het al, die moeten dan in Duitsland gaan werken. Nou, ze hebben een kast gemaakt, net zo'n beetje als Eva. En daarachter die kast, daar is een verstopplek om je te verstoppen voor de Duitsers. En dan op een dag belt er een Duitse soldaat aan. Dan Theo en Louise zitten in de verstopplek en alles is geregeld. En dan doet de moeder open. En dan is het een Duitse soldaat en die zegt: ik ga niemand meenemen, ik doe alsof ik het huis onderzoek. Dus hij doet alsof hij het huis onderzoekt. Dan gaan ze weg. Hebben ze dus heel erg geluk gehad. Dus het was een goede soldaat. Maar bij de buren hadden ze dus alles overhoop gehaald. Dus dat is wel weer van die gelukmomentjes die je dan hebt in de oorlog. Gerard Mensink, er waren zowaar ook goede Duitsers. Ja. Ik heb dat vaker gehoord, waar ook Duitsers die wegkeken voor Joden. Ja, dat klopt. En dat die mevrouw dat verhaal vertelt over die razzia's, en dat Henk dat heeft meegemaakt als gewone jongen in een gezin dat probeert de oorlog door te komen. En die dan, wat Titus heel goed zegt, ook geluk heeft. Je moet ook een beetje geluk hebben als dit soort dingen gebeuren. Titus is dus Henk, heeft ook nog een verhaal wat die mevrouw vertelde over een vriendje van Henk dat Joods is en dat weggehaald wordt. En dat ook heeft ondergedoken. En dat betekent dus in feite dat wat net het echte verhaal van de mevrouw aan de telefoon was, dat in de tentoonstelling, in het verhaal van Henk, allemaal terugkomt. Het zijn dus ook echte, waar gebeurde verhalen van echte mensen. Er is niks verzonnen. Eva Schloss, u kunt waarschijnlijk niets horen over goede Duitsers. Ik heb er geen ontmoet, moet ik wel toegeven. Ja. En ook in het concentratiekamp, daar waren natuurlijk vele Polen ook. Er waren de kapos in het kamp. En die waren ook verschrikkelijk. De Beulen. Ja, de Polen, ja. En die waren zelfs gevangenen. Dus ik moet zeggen, ik heb geen goede Duitse Pool ontmoet eigenlijk. Hoe kijkt u er nu op terug, 80 jaar later? U heeft het overleefd. We hebben het over herinnering. We vragen of herinneren moet. Zoals die mevrouw op de telefoon heeft gezegd, je herinner je precies, alles komt weer terug. Speciaal als je ouder bent en niet zoveel met je eigen familie te doen hebt, is alles weer zo levendig geworden. En dan wil je eigenlijk erover praten en wil je vertellen, omdat het moet eigenlijk niet worden vergeten. Het is zoiets vreselijk gebeurd. Hoe het mogelijk was, dat begrijpen we nog altijd niet. En dat moeten echte jonge mensen leren. blijven getuigen. Ja, precies. Heeft u dat moeite gekost? In het begin ja. Ik heb voor 40 jaar niet daarover gesproken. En dat was natuurlijk ook moeilijk. Dan heb je het onderdrukt. En het was altijd met je. Heb je het nooit kunnen vergeten. En dat was ook in al die jaren dat u in Engeland woonde. Ja, precies. Ja. Hoe kijken ze er daarop terug? Hoe praten de Engelsen erover? Ja, die zijn ook eigenlijk nu veel meer geïnteresseerd dan vroeger. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik ben ook juist van Canada teruggekomen. En ik heb 6 keer gesproken op de universiteit. Er waren vele jonge mensen die veel vragen hebben. Ze weten niet veel. En wat ze weten is, klopt ook altijd niet. Maar ze zijn geïnteresseerd en willen leren en willen weten. Ik heb een mail gekregen van onze vaste ziener uit Sint Anna parochie, Jan Bakker. Die zegt, historisch besef breng je met alle respect niet bij door musea. De pretpakketten in het onderwijs inruilen voor degelijke geschiedenis en maatschappijlessen zou een eerste stap kunnen zijn. Uitroepteken. Voor Gerard Mensink ook bedoeld deze opmerking. Ja, ongetwijfeld. Breng het ze maar beter bij op school in plaats van op een museum, ja. Zegt die Jan. Ja, wij vinden het nou juist zo mooi dat ze op school les krijgen. Vaak zijn de leerlingen heel goed voorbereid. En weten ze ook van groep 7, 8 al heel veel van de oorlog. En dan komen ze in het museum om te zien dat het allemaal echt is geweest. Dan komen ze de echte spullen bekijken, de echte jodensterren, de echte valse persoonsbewijzen. De echte spullen van Henk. De echte spullen van Henk. En wij zien elke keer weer dat kinderen dat hartstikke interessant vinden. Want het is toch iets anders dan dat je het in een boek leest. Het is zoveel... of op een computerscherm bekijkt. Het is gewoon heel erg interessant. En in Verzetsmuseum Junior dompel je je onder in die wereld. Je gaat gewoon terug in de tijd. En als je nou echt iets wilt leren, dan is het dat je gewoon je inleeft in hoe het toen is geweest. En voorwerpen, verhalen. Nog één verhaal dan. Het verhaal van Jan. Hallo, ik ben Henk. Ik woon in Haarlem, vlak bij de duinen. Dat was Henk nog een keer. Titus die kijkt verbaasd, maar we moeten toch echt Jan Hallo, hebben. Ik ben Jan. Ik woon in een dorp dicht bij de grens met Duitsland. Ons huis staat naast de kerk, want mijn vader is dominee. Elke zondag zit de kerk vol mensen die naar hem komen luisteren. Mijn moeder, dat is de liefste moeder van de wereld. Ik heb alleen een zus. Zij janken. School vind ik leuk, want ik ben goed in leren. Ik wil graag de beste van de klas zijn, maar liefst speel ik buiten. Graats is mijn vriend. We bouwen vaak hutten in het bos, stoken effikkie en spelen een soldaatje met een nepgeweer. Voor de oorlog zaten vlak bij ons huis Nederlandse soldaten. Spannend joh. Ik ging er vaak kijken. Toen Duitsland ons aanviel, hebben ze de brug opgeblazen om de Duitse soldaten tegen te houden. Dat was een enorme knal, maar het hielp niks. De Duitse soldaten marcheerden door ons dorp. Het Duitse leger is veel te sterk. Vader is fel tegen Hitler en de Duitse bezetters. Hitler onderdrukt mensen die anders denken. En hij discrimineert Joden. Vader zegt in de kerk dat we ons moeten verzetten en mensen moeten helpen die gevaar lopen. En zo is het uiteindelijk afgelopen met het verstoppen van een piloot. Onder andere daar, in dat dorp in het Verre Oosten. Ja, klopt. Er was een piloot neergestort en die is onder de preekstoel van dominee Slomp, de vader van Jan, verstopt. En die is met een hele grote omweg uiteindelijk weer teruggekomen in Engeland. De vader van Jan. Jan vertelt eigenlijk het verhaal wat een kind overkomt als hij opgroeit, leeft in een gezin waar verzet gepleegd wordt. Maar die wordt dus ook heel duidelijk mee opgevoed met dit soort waarden. Ja, hij wordt opgevoed. Het is, hij wordt natuurlijk door zijn vader verteld waarom hij tegen de Duitsers is en waarom je met name Joden moet helpen, want die lopen gevaar. En de Bijbel vertelt ook dat verhaal dat je mensen die gevaar loopt een onderduikplek moet geven. Je moet ze helpen. In de Bijbel staat natuurlijk niet een onderduikplek, maar dat wordt in mooie bewoordingen gezegd. Maar elke gelovige begrijpt dat als de dominee vertelt dat soort verhalen, wat voor conclusies ze dan moeten trekken. En in het huis van Jan waren ook heel veel onderduikers zelf. geef ze een huis, geef ze een veilig huis. Of het nou bijbels of niet is, dat is belangrijk. Net zoals het huis voor het Verzetsmuseum en het huis dat Junior nu heeft gekregen. Eva Schloss, tot slot. Het is weer zo'n verhaal. Ik verbaas me over de eindeloosheid van al die verhalen. Maar het belangrijkste is dat het blijft worden verteld. Dat men blijft herinneren. Precies, ja, zo is het. Nou, en dan maar zien of er straks meneer Rutte er is. Of Wilders hem aan de praat houdt. Want anders krijgen we hier misschien minister Bussemaker van Onderwijs. Het zou zomaar kunnen. Ze zal ook graag bijdragen. Maar één ding is zeker, het museum gaat open. Ja, zeker. Van Junior. Ja. We blijven herinneren. Dank jullie wel. Racisme wordt onderschat in Nederland. Eens en volledig. De term racisme is aan nivellering onderhevig. Mij valt vooral ook intolerantie en racisme bij allochtonen op. We hebben voor de Tweede Wereldoorlog kunnen zien wat stelselmatig wegzetten van tussen aanhalingstekens tweederangs burgers toe kan leiden. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Racisme komt in allerlei vormen voor. Maar waar het ons om gaat is, waar hebben mensen last van? En uw mening die telt. Onze parlementariërs zijn tegenwoordig mieterige kleine mannetjes geworden, geloof ik. Luister vanmiddag van 12:30 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sanidroom. Daarom in oktober 6% BTW op alle producten en vakkundige installatie en veel andere aanbiedingen. Sanidroom, de betere badkamer. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt. Daarom is Deltaloid ervan overtuigd dat je de risico's goed moet kennen. Wij beleggen volgens het principe: wat je niet begrijpt, is altijd een risico. Hierbij vertrouwen we vooral op ons eigen onderzoek. Zo weten we precies waar we in beleggen. Kijk op deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? Nee. 1 miljoen? Mm-mm. Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders extra vitamine D nodig. Misschien jij ook wel. Kijk op Divisun400.nl of vraag bij je apotheek om persoonlijk advies. Extra vitamine D nodig? Ga naar je apotheek en vraag om de D van Divisun 400. Pearl heeft nu naast leeftijdskorting ook leeftijdskorting voor 2. Ben je 23 en kom je samen met iemand van 64... dan krijgen jullie allebei 64% korting op het montuur. Goeie actie van Pearl. Pearl, Pearl, Pearl. U koos Pearl weer als beste optieketen. Bedankt voor uw stem. Uur. Dit is Radio 1 met Felix Meursers. Het is Wereldvoedseldag vandaag en daar horen sterke verhalen bij. Nu de verhalen van Dorald Megens. Of Mark Visser. Premier Rutte weet nog niet of de mishandeling van een Nederlandse diplomaat consequenties moet hebben voor het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima over een paar weken aan Rusland zullen brengen. Volgens het Russische persbureau Interfax hebben de autoriteiten bewijs dat in de woning van de diplomaat is ingebroken en dat er geweld is gebruikt. Ook is met lippenstift